versie van mijn vlog gemaakt. Dus bij deze, leuk dat jullie weer meekijken met deze nieuwe weekvlog. We hebben echt een super chill weekend gehad. Zaterdag ben ik naar Eva en Michelle geweest. Hebben we daar op het dakterras een beetje gechilled. En hebben nog even een plons genomen in het IJsselmeer. S'avonds hadden we een cocktailavond georganiseerd voor mijn vader, alvast voor Vaderdag. We hadden een soort draaischijf hadden gemaakt met alle cocktails die we konden maken, zeg maar, hadden we daarop geschreven. En dan elke ronde mocht dan iemand draaien en die cocktail werd dan geshaked. Zaterdag bleven Niels en ik dan slapen bij Tobias en Larissa. Zondagochtend hebben we nog even een bakkie gedaan met mijn oma. En daarna zijn we gaan varen met mijn ouders. Even schakelen. En Tobias en Larissa. Was echt super lekker weer. En we zijn ook wel een klein beetje verbrand in de boot. Ondanks dat we ons echt mega goed ingesmeerd hebben elke keer. Maar ja, het ging gewoon zo hard. En even kijken. Daarna zijn Niels en ik naar huis gegaan. Hebben we even lekker gedoucht, even klaargemaakt. En in de avond hebben we met vrienden uit Egmond hebben voetbal gekeken. Nederland moest natuurlijk gisteravond spelen. 3-2 geworden. Was ook wel echt een spannende wedstrijd. Dus echt een onwijs gezellig weekend gehad. En ik heb nu een dagje in Oosterbloeker dat ik moet werken. Ik heb een aantal klanten staan vanmiddag. En tussen de middag is één klant van deze week naar volgende week verplaatst. Dus we gaan thuis even lekker lunchen met mijn moeder en mijn oma. En ik heb uiteraard van het weekend ook even het een en ander gefilmd. Niet heel veel moet ik zeggen. Soms schiet het er ook een beetje bij in. En dan denk je aan het eind van de dag, oh shit, ik heb allemaal niet zo heel veel gefilmd. Maar ja, dat ga ik jullie even laten zien. Dit gaan we doen vandaag. Ik moet hem even omdraaien. Cocktailavond! Hey, lekker! Toppie! Wat er ook nog van? Klinkt niet best. Klinkt niet goed, Leo. Hè? Klinkt niet zo goed. Het stinkt ook. Ja. Ja, waar ga je springen? Beetje daar, hè? Over de boot. Over de boot? Even aanlopen. Oh. Ik weet niet hoe diep het hier is, dus pas wel op. Het voelt wel echt blubberig. Ja, u bent hier bijna elke dag. Ja, dat scheelt niet veel. Gezellig toch? Ja, ik zeg nooit nee. Ik sta het nooit af. Alleen vliegen. Goeie woordgrap wel. Maar u bent ook altijd thuis. Dat als we u ophalen. Ik loop nooit weg. Nee. Ik kan niet
weglopen daar. Nee. Ben jij wel eens met oma bij dat theehuisje geweest? Bij dat theehuisje? Nee. Granta 2, Granta 2, theehuisje. Ja, Nou, dan zat u daar elke dag, denk ik. Nee. Ik kan best een goed bij ons op de terras zitten. Ja, dat is waar. Als je bij ons van de familie over rechtsaf gaat. Oh, nee, dat moeten we nog steeds een keer doen. Het is vandaag donderdag. Ik ben alweer klaar met werken. Ik ga zo meteen even opruimen en schoonmaken. En op de terugweg zo meteen moet ik nog even een cadeaubon langs een klant brengen. Vanavond gaan we naar Niels' ouders, want Nederland speelt weer. Gaan we even gezellig daar kijken. En voor de rest denk ik dat ik zo meteen nog even buiten ga zitten in onze tuin. En de vlog uiteraard editen en online zetten. Voor de rest lekker rustig gaan. We hadden nog een restje van gisteren van het avondeten, dus daar hoeven we verder ook niet meer naar om te kijken. Ik ga hiermee ook de weekvlog weer afsluiten. Vond je het weer een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet uiteraard niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En tot volgende week weer.